Mijn beste dagboek, dit is de eerste keer dat ik tegen u spreek. Allereerst zal ik me aan u voorstellen. Ik ben Anna, een jonge dame van 10 jaar oud. Ik ben van adellijke afkomst. Het is om deze reden dat ik ook naar u kan schrijven met deze pen. Vanaf nu zal ik proberen mijn gedachten tegen u uit te spreken. Enkele weken geleden kreeg ik van mijn tante Margaretha van York een brief met de vraag of ik haar kwam opzoeken in het mooie Mechelen. Mijn ouders stemden in. En zo zei het: ik ben nu al enkele weken onderweg naar het hof van mijn tante. Ik ben ontzettend benieuwd naar de stad Mechelen. Het schijnt een ongelooflijk grote stad te zijn, met heel veel mensen, tollenaars, geestelijke, hofdames, de adel. De tollenaar zelf zal ik waarschijnlijk als eerste tegenkomen. Hopelijk doet hij niet al te moeilijk. Misschien zijn er daar ook kinderen van mijn eigen leeftijd, waar ik mijn gedachten kan tegen uitspreken. Volgens de koetsier zouden we over een dag of twee op eindbestemming moeten aankomen. Van zodra ik daar ben, laat ik u meer weten. We spreken elkaar gauw weer en hopelijk ben ik dan wel in het gezelschap van enkele leeftijdsgenootjes. Met genoegen, Anna.